We staan hier momenteel in Beuningen en het is een roze woensdag. Dus ik denk, even roze aangetrokken. De sfeer zit er volgens mij goed in. Laten we even kijken wat de rest ervan vindt. Roze woensdag, trek me roze schoenen aan. Me roze schoenen en we gaan weer vroeg op stap. Dwars door de vennen en het land van Maas en Waal. En in Wiegen wacht een daverend onthaal. En aan het einde, aan het einde van de dag, zoen ik een regenboog en gooi mijn glas omhoog. Dit is de mooiste, ja dat is echt zonneklaar. Het is zonneklaar, dit is het mooiste van het jaar. We staan hier nu in Beuningen en naast mij staat Paula. Paula, hoe gaat het? Ja, best goed eigenlijk. Hoe ver ben je nu? Hoeveel kilometer? Even kijken, ik zit nu op 31 kilometer. Dus nog, denk ik iets van 8 of zo te gaan. Oké, en je bent lekker in het roze. Hoe bevalt Roze Woensdag? Ja, best goed eigenlijk. Iedereen is vrolijk en je ziet alle kleuren door elkaar eigenlijk. Ook heel veel mensen waarvan je denkt, volgens mij is het eerder oranje dan roze. Maar ja, weet je, dat kan allemaal natuurlijk. Dat maakt ook allemaal niet uit. We staan hier bij de burgemeester van Beuningen. En ik vroeg me af, hoe is de sfeer? Ja, fantastisch. Het is één groot feest zoals je ziet. Het weer werkt natuurlijk fantastisch mee. Mensen die ik tot nu toe zie lopen, die lijken ook nog redelijk soepel te lopen. Dat het allemaal niet heel zwaar is. Dus ja, die sfeer dat is... Ik weet dat dit is jouw tweede keer, de Vierdaagse. Hoe is het dit jaar met de voorbereiding gegaan? Het is mijn eerste keer, want ik ben waarnemend burgemeester. Daphne Bergman is hier de vaste burgemeester. En die is om gezondheidsredenen tijdelijk uitgeschakeld. De reden is natuurlijk wat minder, maar dat ik hier mag staan, dat is een cadeautje. En de voorbereidingen, ja, er zijn zoveel mensen bij betrokken. Ik krijg ook heel veel complimenten dat het zo goed georganiseerd is hier. En daar ben ik heel trots op. Het is niet mijn werk, maar ik geef dat zeker door aan de mensen die dat georganiseerd hebben. Fantastisch uit! Ja, ja, nou, dankjewel. En het is duidelijk dat jullie bij elkaar horen. Ja, ja zeker. Weet ja, je wel. Ja. Een gezellig wandelclubje. Zussen? Nee. Allemaal vrienden, kennissen. Ja. Ja. Allemaal vrienden, kennissen. Uit Gilze. Het is gezelligheid. Zeker weten. Echt gezellig. Elk jaar is het weer gezellig. Ja, want dit is niet het eerste jaar dat ik u hier zie. Nee, ik zit al een paar jaar hier. Ja, met vrienden, familie. Carnaval de Buurt. Dus echt heel leuk. Want u levert ook zwaar en eerlijk werk, hè, deze week. Ja, het is hard aanpoten. Ja, mensen komen echt wel met de meest gekke plekken blaren bij ons. En dus dan zijn we druk bezig met afplakken. En dus druk, heel druk. Oh, ja. Bij welk gezelschap zijn we hier aanbeland? Welk gezelschap? Ja, dit is een beetje een bond gezelschap. Uit Bemmel. Uit Bemmel. Ja, dus de bond, hoeveel zijn we? Acht? Bond acht uit Bemmel? Zoiets? Ja. En wat is het idee van deze pauze? Wij lopen aan het lopen met zijn zoon, Katelijne met haar dochter en ik met mijn dochter die nu naar het toilet is. En dit is mijn man met mijn andere twee kinderen en die hebben heerlijk voor een soepje gezorgd.